Ja, het is wel echt een super mooi seizoen al tot nu toe. Ik heb gewoon heel goed kunnen trainen en dat zie ik eigenlijk nu al terug. En ja, ik geniet er gewoon heel erg van hoe het allemaal gaat nu. Wow, eerst doe ik 51,5 of 48 en zij daarna gewoon in de 50. Wat ik vorig jaar dan outdoor in Rome deed. En voor mij was dat zo'n speciaal gevoel. Dus ik dacht ook wel van wow, dat Femke dan nu ook in de 50 loopt, dat is gewoon heel erg bijzonder. En dan ook nog eens indoor. Maar aan de andere kant dacht ik echt domme. Nou ja, ik wist dat Lieke supergoed was, want we trainen elke dag samen. En ik wist echt wel dat ze hard kon gaan lopen. Dus ik had dan met mezelf afgesproken. Wat Lieke doet, laat het langs je gaan en doe je eigen ding. Ja, ik was gewoon super trots op haar dat zij dat eigenlijk liep. Maar ja, een paar seconden later moest de knop om, want ik moest denk een minuut later erna lopen. En ja, ik ging toen gewoon zo hard als ik kon eigenlijk alles doen. En na 200 meter hoorde ik Lieke nog van, kom op Fem, nu je ding doen. Want we weten dat het tweede stuk mijn ding is. En ja, toen kwam ik over de finish en ik had gewoon gehoopt op 51. En dat het toen 50 was, dat was wel echt bizar. En dat is ook wel gek of zo. Dat ik het dan meteen van haar soort van had afgepakt. Maar het was ook wel mooi om te zien dat we allebei zo goed waren en zo goed konden lopen. I first hope we qualify with both relay, 4x4 women and men. Because this is a signal how the event is improving in the country. That would be a first time having 4x4 relays at European Indoors. And then, of course, probably we will have three women and three men in the individual 400, some of them with medal chances or at least gold. And I'm expecting this competition a lot, and I hope we can enjoy nice results. Go, girl, come on! Ik heb tot nu toe een super indoorseizoen en ja, dan wil je dat op het EK natuurlijk laten zien. Eindelijk weer een toernooi dat ook doorgaat, dus ja, daar heb ik heel veel zin in. We hebben wel goede doelen gezet voor in de finale. En natuurlijk willen we heel goed kunnen presteren met de 4x400. Want daar hebben we ook nu echt goede kansen voor. Ik ga geen goud, zilver of brons roepen, maar ik verwacht wel het een en ander, ja.